Ik heb het gevoel dat ik deze speech geef aan het begin van elke meme-video. Maar ik ga het wel doen. Hallo mensen, mijn naam is Luigi en sinds het begin der tijden is er één vraag die men zich vanaf het begin al afvraagt. Is Sonic Frontiers het waard om voor 25 euro te kopen? En ja, dat is het! Iedere cent! Koop deze game! Ook de Switch-versie, maakt niet uit! Elke versie is misschien niet de Switch-versie, maar deze game is dit waard. Koop het, support mijn boy. En een ongerelateerde vraag is, met wanneer is de volgende meme-video? De meme-video is vandaag. Welkom bij een hele nieuwe editie van de Mad Luigi meme-video. Waarbij jullie je memes insturen in onze Discord-chat en ik reageer op. En ik gebruik eigenlijk jullie content om mijn eigen content te maken. Let's go! Matt is de hele stream depressief omdat hij geen Tears of the Kingdom heeft. Glitchy. Glitchy is waving. Dit was van de Minecraft stream. Net de dag nadat Tears of the Kingdom was uitgekomen. Of de dag dat Tears of the Kingdom uitkwam. En natuurlijk, PostNL had mijn Tears of the Kingdom niet geleverd. Dus ik was erg verdrietig. Dit krijgt gewoon een seal of approval. Want kijk, er zit zoveel moeite in die meme. Zelf, je hebt een model van Nova Skin. Je hebt je eigen model van Nova Skin. Dit is prachtig. Dit is goed gedaan. Weet je hoe vaak meneer Fish on the Stick Gaming al een doos heeft neergezet? Met mijn de Mad Luigi Minecraft skin hoofd erop geplakt. Veel te vaak. I'm in a geldverspilling competition en mijn opponent is de Mad Luigi. Ik weet niet waar je het over hebt, ik maak hele goede keuzes. Dat krijgt de seal of approval, goed gedaan Tim. Please, because there can be done so much with her. Wat? Het was ook gewoon niks raars. Het was gewoon iemand die vroeg van welk Sonic character ik meer wilde zien in de games. En dat is Blaze. We hebben haar al zo lang niet meer gezien in een game. En omdat ze hot is. Letterlijk. Niemand, de kerstman. Ik ben ho, ho, erg ho, ho, ho. Ho. Ho, 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 ho. Dat is prachtig. Dat krijgt een seal of approval. Goed gedaan, Jurian. Ik blokkeer voortaan mijn schoorsteen als dit de kerstman is. Een normaal mens met gevoel bij de plot twist van Tears of the Kingdom. De Mad Luigi bij diezelfde plot twist. De real de Mad Luigi eentje die ik had dit niet eens door. Wat de heck? Echt de eerste drie mensen hier zo zijn de Mad Luigi real. De real Mad Luigi. De real de Mad Luigi eentje die ik... Oh, het is Devil May Cry. Oh, volgens mij heb ik deze gezien. Deze had jullie eens een keer naar me gestuurd. Devil May Cry. Oh, dat is mooi. Okay, Morrison. I'll take you up on that gig. But only if you can get me out of that hellish birthday party. Oh, dat is prachtig. Oh, dat is... ik hou van die edit. Dat krijgt de seal of approval. 101 dingen die je kunt doen voordat de volgende aflevering van Game News uitkomt. 1. Epische capybara knuffelsessie in Mexico. Die capybara zit gewoon te kijken naar die hand van... ja, ik ga er keihard in bijten. En ik ga ervan genieten. 2. Alle 176 episodes kijken van One Piece. Wat ik ondertussen heb gedaan. Goeie show. Ik lees momenteel de manga. 3. Met Els volledige backlog uitspelen. 4. Pokémon Comedy Gold afmaken, uitbrengen en sequel plannen. Ja, wanneer krijgen we Pokémon Comedy Gold 2? 5. Ontsnappen uit de kelder waar Matt zijn artiest en andere hulpmiddelen gegijzeld houdt. Hey, ik vind dit een beetje toxic. Tim, dit vind ik naar. Dit is nog erger dan wat Sniperwolf heeft gedaan pas geleden. 6. Belastingsfraude plegen met de bands. 7. Dood YouTube kanaal ontdekken. Oh wow, dat is dat ene YouTube kanaal wat ik verder zou moeten gaan doen. 8. Een straatgevecht aangaan met deze twee mannen. 9. Alle de Mad Luigi video's bingen. Ik bedoel, we hebben er ondertussen 1,6k. Het is bizar.
Tien, hoe lang gaat dit door? Het staan er echt 101 dingen, Tien, en games suggereren aan Matt. Elf, de Matt Luigi content binge op een ander kanaal. Gaat deze content binge? Dit is de Astlon-serie van Fish. Dat doet hij zeer goed. 12. Het aantal keer dat Matt doet alsof hij je comment niet heeft gelezen tellen, gaat ook bij deze gebeuren. What the heck? Oké. Wat dachten we hiervan? In plaats van news topics in aparte kleine video geven, ze bundelen in een grote video en dan game news noemen. Creepy Tales, fantastisch later. 13. Game news terugbrengen via een demonic ritual. Oh god, ze hebben dit geprobeerd. Please, Herr Satan, give us some game news. 14. De Metal Luigi Dating Sim 100% uitspelen en de secret ending unlocken. Als je die video nog niet hebt gezien, ga het kijken. Dit ding is fantastisch. Zoek gewoon op de Metal Luigi Dating Sim, dan kom je echt op een prachtig ding. Op iets prachtigs. 15. De Metal Luigi's enige echte Mega Man Maker level spelen. Hebben ze dat gedaan? Oh, welke wel? Roll your beat. Tango down the stream, dat is een goed level. 16. Nog steeds wachten op Silent Hill 2 Remake. Ja, maar hoeveel van deze dingen zijn? Die zijn er echt 101. 17. Op een succesvolle Mario Kart date gaan. Dat bestaat niet. Hou op. Dat bestaat gewoon niet. 18. All met Shovel Knight Series rewatchen. Daar heb ik er één van gedaan. 19. Je tijd spenderen deze thread voor te zetten. Het is zo mooi. Het is gewoon onafgebroken. Onafgebroken. Alleen maar tips en tricks geweest. 20. Andere streamers ontdekken zoals Fish on the Stick Gaming. Nogmaals, volg hem. Zoveel promotie krijg ik niet op zijn kanaal. 21. Kwaliteit video's bekijken. Ik bedoel, sure, nogmaals. Een goede man, dat doet hij goed. 22 dingen bedenken die echt niet bestaan. Zoals hij mijn game news aflevering. Deze krijgt wel even een seal of approval tussendoor. 17 update date blijkt toch niet zo goed te gaan zoals we verwacht. Oh nee, kleine baby met Luigi, wat gebeurt er met je? Oh. 17 update 2. Uh-oh, internet date loopt uit de hand. Man, post vastgebonden. En een post met panty op hoofd. Oh nee. 23. De Quarry streams kijken en wachten op de finale. Ik wil zo graag verder met de Quarry, alleen hier is het probleem. Alleen Lorenzo kwam kijken en ik zou het voor Lorenzo moeten afmaken, want die man die was dedicated. 24. En een heel mooi groot vond. Wauw, lekkere chimpies eten. Ja! 25. Deelnemen aan 3 mopvotes. Is het echt al zo lang geleden sinds de laatste meme video dat we 3 mopvotes hebben? Of sinds de laatste game news video dat we 3 mopvotes hebben gehad? 25. De werkvloer versieren met sluikpropaganda. Dit bedoel ik. Joost doet dit gewoon. De Waluigi, de echte Wilhelm Scream. Oh nee, wat is dit? Veel mensen geloven dat dit de origins zijn van de Wilhelm Scream. Dat is ook zo, want dat is waar het origineel vandaan kwam. Alleen recent is hier meer info over gekomen. Hier is het bewijs dat Wilhelm Scream ergens anders vandaan komt. Het zou erg gek zijn. Uh-oh. Ja, dan kan je meer Hollow Knight komt. Ah! Je krijgt de seal of approval. 27, het gaat nog steeds door. De floorp only run kijken. 28 karakters tegenkomen die zich net zo gedragen als Matt in games. I shall be sure to follow you later in all likelihood. Probably, maybe, well, I might. Moeten we Matt even melden niet aan de memes te beginnen, zodat ze 101 vol kunnen maken? Binnenkort maak ik een nieuwe meme video, dus als jullie nog kekken met memes hebben, stop ze dan aan de Matt Luigi memes, zodat ze de video kunnen verschijnen. Memes zijn wat traag de laatste tijd. Weet niet hoe de andere persoon denken. Ben het er wel mee eens? Ben ik gewoon om de tuin geleid? Had ik veel eerder een meme video kunnen maken? Zeker, ze hebben dan meestal kwaliteit memes. How do we tell him? Ik vind het zo prachtig om uit te zoeken, uit te vinden wat er allemaal is gebeurd in deze chat. Zo van, voor mij, uit mijn perspectief. Dit is een chat uit mijn Discord server die ik... Eens in de zoveel tijd, echt eens in de zoveel maanden, soms een jaar, bekijk. En in die tijd is mijn community hier allemaal dingen aan het manifesteren. En aan het creëren. En als ik het dan zie, als ik dan terugkom en kijk naar wat voor memes ze hebben gemaakt, dan is het altijd een ervaring. 30, de Metal Luigi horen terugkrabbelen op de belofte zoals een stream uit. Nee!
Dit mag nooit vergeten worden, Joost Lorenzo. Voor dingen die beloofd, de Silk Song Collectors Edition. Ik zeg ook al vanaf het begin dat de prijs een ding werd bij deze serie. Dit is iets wat je wil gaan winnen. Want de persoon die aan het eind van deze serie... Dat is wel zo. En Joost die had de prijs geraden voordat het begon. Die wint een gratis kopie van Silk Song. Waarschijnlijk gewoon de Collectors Edition. Nee! Ik ga niet gegaslight worden. In Joost en Lorenzo een Collectors Edition van Silk Song te geven. Ik ga daar niet in gegaslight worden. Ik weiger. Het wonderbaarlijke stalker duo. Dit is prachtig. Dit was toen ik Mario aan het spelen was. Dus ik stond daar. En ze zaten te kijken. Het is prachtig. Een silver proven. Oh, een hartje. Dat mag ook. Het verdient een hartje en een silver proven. Deze man is in zijn eentje Antarctica aan het smelten. De Switch vergeten uit te zetten. Kan gebeuren. Oh nee, hij heeft het door. Lol, mijn Switch staat dus nog aan. Bedankt voor dit screenshot. Daisy, you forgot to let me go. De accident, dat was een natuurlijke fout. Oh nee, het is erger! Dan krijgt de seal of approval. 31, de met Luigi in de war maakt met een extreem lange frikandel. Frikandel XXL is wel goeie. Ik heb nog nooit een frikandel XXL gegeten. Ik neem aan dat het een frikandel is, maar dan groot. 32, je vrouw die boven zit laten denken dat je smexy filmpjes aan het kijken bent. Maar het is eigenlijk gewoon een video van Matt. Ik ben erg benieuwd. Kom op! Nee! Ja! Oh nee, Fish, nee! Kom dat op, kan nee, je niet nee, doen! Ja, ja. Deze unlisted video's zijn erg zorgwekkend. Geen backlog meer? Eindelijk uit huis! Wat? Slecht, hè? Wie is dit? 33 op bezoek gaan bij Matt in de gevangenis. En ze vele benen moeten aanhoren. 34, gewoon normale zaterdag met Metsco. De Matt Luigi memes. Met Roosklaar. Kijk, mood. Dit is gewoon een mood. Ik word gewoon geroost. Ik zit gewoon een chat terug te lezen van ik die wordt geroost. Dat krijgt een seal of approval. Met L. Chat L. 35 Andrew Garfield vragen wat eerder komt. De Amazing Spider-Man 3 of de volgende aflevering van Game News. That's a question! En dat waren alle memes van vandaag. Dat waren echt een heleboel memes. Dat is echt niet normaal. Het waren een heleboel kwaliteit memes ook. In ieder geval mensen, vonden jullie deze video leuk? Geef dan een like. Abonneer zou ook wel leuk zijn. En laat me weten wat jullie favoriete meme was van vandaag. Heb je misschien zelf ook memes? Ga dan naar de Metalowitchie Discord. Ga naar de Metalowitchie Memes kanaal. En post je eigen meme. En wie weet zit jij dan met jouw meme in de volgende meme video. In ieder geval mensen, dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye bye.